En daar waren allemaal boeren in een soort gate. En daar kwam echt zo'n punkband, weet je wel, met pikken zwaaien. Weet je wat die punkband? Weet iemand dat uit zijn hoofd? Nee, het was, nou, ja, met een pik op gitaar slaan en precies. Ja, ja, echt, echt een goor. Ja. En die kwamen maar niet, die waren een uur te laat. En Johnny zou het voorprogramma doen. En die begon aan zijn bekende gedicht, De Magistraal Stralende Zon. Dat kennen we hopelijk. En hij sloot dat af met de magische woorden, De Magistrale Stralende Zon. En de zaal begon dat mee te doen. Een magistrale stralende zon, dankjewel. Ja, de zaal begon dat mee te doen. Echt te scanderen, maar niet 2 of 3 minuten. Dat hebben ze met elkaar 34 minuten staan doen. Totdat Johnny zijn handen omhoog deed. Dit deed, toen was de zaal in 1 keer stil. Toen kwam die band en daar vond niemand meer iets aan. Nee, dat is allemaal geen zin meer aan. Het was zo lang geschoven. Ja. Maar het is mooi, allemaal echt Brabantse boeren. Ja, echt van die Brabantse boeren, ja. Die daar met elkaar dat staat te scanderen. AFTH van der Heijden. Of de AFTH, ja. Ook zo'n die was er dus ook bij, die heeft dat heel mooi omschreven. Ja, dat hebben we niet bij ons. Johnny van Doorn, die deed dus heel veel keiharde gedichten, echt performance poetry. Waarbij die probeerde zeg maar flauw te vallen tijdens gedichten. Maar dit kwam dan, zeg maar, dit was een beetje het einde van zijn zelfkikker. Oké, het zijn er 2. Komt ie aan. Na een moeizame klauterpartij langs de steile rotswand van een bodemloze diepte, heeft hij uiteindelijk de hoogste top bereikt van een met sneeuw bedekt gebergte dat omsluierd door dichte wolkennevels zich aan hem voordoet als een extatische droom die hem in zo'n vergaande staat van verrukking brengt dat hij het gevoel heeft alsof hij moet sterven van vreugde. En zich oppermachtig wanend heeft hij toch nog medelijden met de dwaze wezens die diep onder hem, in de bewoonde wereld, bezig zijn met het produceren van de ene naar de andere oorlog en dat alleen om de reden dat ze de taal van de liefde niet verstaan. En in het kostbaar bezit van het vermogen om tot in de oneindigheid dubbele bodems te zien, ziet hij met schrik en beven hoe het menselijk bestaan door een golf van rampen ten onder zal gaan. En met het ontwakend besef dat onze planeet over zo'n 5 miljard jaar naar de verdoemenis zal gaan, raakt hij in de ban van een ijzingwekkende wind die snijdend als een mes door het merg en been gaat van zijn verkleumd lichaam, dat op deze grimmige hoogte eenzaam staat te pronken in het schijnsel van een flauw oplichtende zon. En verdwaald in de duisternis is hij terechtgekomen in een soort woestenij, die met dopheiden en kleine heesters is begroeid. En aankloppend bij een afgelegen boerderij waar het flauw lichtje hem doet vermoeden dat er iets van leven in aanwezig moet zijn, wordt hem opengedaan door een kleine, kale, schreeuwogige monnik, die hem gastvrij en onderdanig ontvangt in zijn stemmig blauw geschilderd vertrek, dat onder het schenken van een Chinees kopje thee door hem plechtig wordt genoemd de Hal der Kennis, die slechts toegankelijk is voor zij die door de stilte zijn gegaan. En zijn tranen nauwelijks de baas kunnend, weet hij terstond dat deze oude magier zijn lang gezochte leermeester moet zijn, die op zijn weg naar het door hem begeerde middelpunt zijn toeverlaat zal zijn in moeilijke uren. En als hij, na een geriefelijke nachtrust, bij het kraaien van de haan het huisje van zijn dromen de rug toekeert om met zijn zwerftocht verder te gaan, is er zoveel gebeurd dat in tegenstelling met die avond tevoren hij gevuld is met een nieuwe lading levenskracht die hem doet jubelen over de vol met kwinkelerende vogels zijnde natuur die goudgeel beschenen wordt door een magistrale, stralende zon. 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 Nog zo'n 30 minuten. Een magistrale, stralende zon. 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 Een magistrale, stralende zon.
Dank jullie wel.